Right. Dat wil even wat spul op de grond te gooien. Ik heb heel veel spullen al een aantal keer gewerkt en toen werkte ze niet. Ik weet natuurlijk niet hoe het nu een verandering is. Trouwens, rockwool heb ik ook mogen maken een keertje. Dat is gewoon... rockwool maak je eigenlijk, je maakt in één keer grijze. Ik doe het wel anders. Ik maak dan één keer deze. Nee, niet. Oh jawel, deze. Je maakt slag. Slag maak je er met de zand en iets erbij. Dan heb je kans op slag. En slag, dat gebruik je dan weer. Dat verbrand je weer en daarmee krijg je rockwool. Dat is een geinig systeempje. Super Shimmerleaf, Essentia Tube. Ik heb heel de tubes overgeslagen. En die werkt ook niet, oké. Okay. Dus gaan we terug hier naartoe. Maar ik kan ook wel een keertje purple candles maken, gewoon omdat, hey, ze staan hier nog in. Dat matrix dingetje. Even kijken, silicon. De basic ME stuff. Wachten tot deze dan gemaakt is. Dan is het eigenlijk gewoon deselecteren en dan eventjes wachten en dan heb je deze ineens. Dan heb ik ook niet het idee dat deze gaan werken. Toch leuk om altijd even te proberen. Een vloekschrift werkt. Zutskorts te zeker niet? Nee, dacht ik al. Kwart zelf ook niet. Matrix, jawel. Deze zou niet moeten werken, dat is de wrench. Dus
zodat meer dan de helft van de eerste alweer gelijk scan is. Maar dat is gewoon, ik heb die laatste paar dingetjes niet. Piet, die. De upgrade. Die werken sowieso niet. Nou kom je in het gebied dat fucking veel beweegt. Scoop had ik al. Met die bijen ben ik niet zo blij. Tenminste met de storm. Ik wilde één dingetje in het pakken en dat kon niet. Oké, nu nog even de lasers. Realizer en Trealizer werken zeker allebei niet, hè? Nope. Fishing rod gelijk weg. Piesox had ik de spijker al gedaan. Ook leuk om te weten. Mooi zo. Mag waarschijnlijk wel binnenkort even wat ergere recipes gaan maken van de standaard spullen. Ik heb het idee dat ook de reden is dat ik niet zoveel te scannen heb. Dus niet zoveel kan scannen. Omdat ik gewoon niet echt ver genoeg ben gegaan met sommige dingen. Yep, ik heb sowieso iets nieuws geleerd. En dan staat hier tussen. Ja, deze upgrades geven ook tenminste iets. Ik sta bij de standaard er heel erg blij mee. Lifespan, productivity, en gewoon een can die niks heeft. Van deze wacht niet zoveel, want de Fluous Crystal ook niet. Nou, Fluous Crystal toch wel, oké. Hier verwacht ik niks van en van de volgende ook niet. Lapid maybe, maar... Nee, ook Barfless. Tenminste, op
die manier dan. Op een bepaalde manier worthless. Ik was sowieso op ID aan het zoeken. Dus even we beginnen. Die werkt niet. Die heb ik al gehad. Heb ik al een keertje gehad. Die al. Ik weet, ik heb heel veel nu aangeklikt wat ik niet eens nodig had. Maar dat is meer het zekerheid van zometeen heb ik het niet gehad. Alles is toch nu een beetje aan het veranderen. Oh nee, de pollens die gaan dus mee met de veranderingen. Als jij een pollen scant, heb je ze allemaal gescand. Oké. Okay. Fucking hell, ik haat het feit echt dat het zo enorm beweegt. Een appetijd kunnen we nog ergens mee gebruiken. Altijd goed om ook een keertje fertilizer te scannen. Voor een cent, ja. Oké, dat is het. Dat is het instrument, een pedicio. Als Pritje Drubout tussen zit. Nope, Pritje zit er niet tussen. Even kijken of ik niet nog eens een ander heb. Nope, mooi zo. Dus ik alles wat ik heb, nou gewoon even hierin kan krijgen.